Je af en toe niet top in je vel voelen is niet zo erg. Ook ik als psycholoog voel mij soms wel eens wat down. Ik geef je 5 tips om je mentale welzijn te bevorderen. Waarom voelen zoveel mensen zich niet goed in hun vel? Voor de warmste week met het thema Kunnen zijn wie je bent, is dit de Universiteit van Vlaanderen. Ik hou ervan om hard te werken en ik heb een hele fijne job waar ik heel veel voldoening uit haal. Maar soms is het wel best heftig en hectisch. Nog niet zo lang geleden was er ook zo'n periode. Ik rende van vergadering naar overleg en er waren ook nog wat deadlines te halen. En net op dat moment sukkelt mijn vrouw in het ziekenhuis na een ongeval. Ook op dat moment vallen er tijdens de verbouwingen thuis wat lijken uit de kast. De verbouwingen zouden langer gaan duren en misschien ook wel meer kosten. U kan zich inbeelden, dat werkt wat op mijn gemoed. Ik sliep minder goed omdat ik me zorgen maakte. En ja, ik had geen zin meer om te gaan sporten wanneer dat stond ingepland. Vervelend, gelukkig echter, ging met de kinderen alles goed en waren er heel wat mensen rondom ons die een helpende hand toestaken. En intussen gaat alles weer wel oké. Maar u zal het wel begrijpen, hoe we ons voelen fluctueert. De meeste mensen voelen zich doorgaans redelijk goed. Af en toe stijgen we op het continuum, voelen we ons opperbest, maar soms zakken we ook naar beneden en voelen we ons minder goed. En daar zijn een aantal gradaties. Je kunt periodes hebben dat je bijvoorbeeld meer piekert dan anders of dat je moeite hebt om je te concentreren. En mensen zeggen dan dat ze zich niet zo goed in hun vel voelen of dat ze een dipje hebben. Psychologen en psychiaters spreken in dat soort omstandigheden over psychisch onwelbevinden. Vaak gaan die periodes vanzelf over. Het kan ook helpen om erdoor te komen door bijvoorbeeld extra goed voor jezelf te zorgen of door te rekenen op de steun van andere mensen uit je omgeving. Nu, als er heel veel klachten of veel klachten tegelijk voorkomen gedurende een langere periode, en in die mate dat ze je functioneren belemmeren op het werk of op school en in je sociale contacten, dan spreken psychologen en psychiaters over stoornissen of psychiatrische aandoeningen. En dan is er eigenlijk echt professionele hulp nodig. Afhankelijk van de ernst van de stoornis is er dan meer of minder intensieve hulp nodig. Dat kan gaan van gesprekken bij een hulpverlener, een ambulante hulpverlener, tot psychiatrische zorg aan huis of eventueel zelfs een opname. Vandaag hebben we het niet zozeer over stoornissen. We hebben het vandaag vooral over dat psychisch onwel voelen, die onderste laag. En dat komt relatief vaak voor. Veel meer dan stoornissen, gelukkig. Cienzano, intussen bekend van de verwerker, als verwerker van de coronacijfers, voert op regelmatige basis een studie of onderzoek uit naar het welbevinden van de Vlamingen. En volgens Cienzano gaf in 2018 ongeveer 1 op 3 Vlamingen aan dat ze zich al meerdere weken niet zo goed in hun vel voelden. Een kleine minderheid daarvan zou echt een stoornis hebben en zou dus echt bijkomende hulp nodig hebben. Corona doet daar uiteraard geen goed aan. Er zijn dubbel zoveel mensen depressief of angstig vandaag. En er zijn ook periodes geweest dat er eigenlijk tot de helft van de bevolking zich niet goed in haar vel voelde. Brengt ons bij de vraag van vandaag: waarom voelen zoveel mensen zich niet goed in hun vel? Daar is al heel wat onderzoek over gedaan, er is al heel wat over geschreven. Te veel om hier te vertellen, maar ik licht er een paar dingen uit die ik interessant vind, omdat we daar misschien ook wel wat aan hebben als we daar iets aan willen doen aan ons psychisch welbevinden. Een van de eerste dingen die ik wil vertellen gaat over Abraham Maslow. Dat was een man, een Amerikaanse motivatiepsycholoog, die eigenlijk toch wel baanbrekend werk heeft verricht op dit vlak. Hij ging ervan uit dat hoe we ons voelen, dat minstens ten dele te maken heeft met de mate waarin onze behoeften zijn ingevuld. De noden die we hebben zijn ingelost. En hij onderkent een aantal niveaus, waarvan het eerste eigenlijk de laag is van de fysiologische behoeften.
Ieder van ons heeft schone lucht nodig, gezond eten, zuiver water. Als we dat niet hebben, dan kunnen we ziek worden of zelfs sterven. Deze noden zijn bazaal. Die moeten in orde zijn en die moeten vervuld zijn opdat we ons goed kunnen voelen. Een tweede niveau gaat over veiligheid. Behoefte in zaken veiligheid. Als we ons om een of andere reden bedreigd voelen in ons dagdagelijks bestaan, dan ondermijnt dat vaak ook ons psychisch welbevinden. Denk aan hoe corona ons door de week's idee over gezondheid onderuit heeft gehaald. Of stel je voor dat je niet over de financiële draagkracht beschikt om het einde van de maand te halen. De meeste mensen voelen zich in dat soort omstandigheden toch wat bezorgd, een soort onrust, en voelen zich dus minder goed. Als de fysiologische behoeften in orde zijn en de veiligheidsbehoeften zijn in orde, dan komen de sociale behoeften in beeld. De meeste mensen vinden het belangrijk om vrienden en familie te hebben en tot één of meerdere groepen te behoren. Wie zich bijvoorbeeld niet verbonden voelt of het idee heeft op niemand te kunnen terugvallen, die heeft een groter risico om depressieve klachten te ontwikkelen. In een poging de coronapassage het hoofd te bieden, hebben we heel vaak de vraag gekregen om onze sociale contacten te beperken. Heel veel mensen hebben daar last van gehad. En we hebben ook geleerd dat het digitale eigenlijk het echte contact toch niet helemaal kan vervangen. Belangrijk om te vermelden, problemen komen vaak niet alleen. Wie om een of andere reden het gevoel heeft buiten een groep te vallen, bijvoorbeeld omwille van een andere geaardheid of een andere huidskleur, die loopt niet alleen of heeft niet alleen het gevoel dat er niet aan de sociale behoefte voldaan is, maar loopt ook een groot risico om problemen te hebben op veiligheidsvlak. Discriminatie, scheve opmerkingen en fysiek geweld komen helaas vaker voor omwille van anders zijn. Of komen heel vaak voor omwille van anders zijn. En dat is jammer natuurlijk. Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf te zijn. De laatste twee niveaus gaan over zelfactualisatie en eigenwaarde. In omgekeerde volgorde eigenwaarde en zelfactualisatie. Ik neem ze hier samen omdat ze eigenlijk een beetje samenhangen. Dit zijn weer meer individuele behoeften. Die gaan over je gerespecteerd voelen, je erkend voelen, je gewaardeerd voelen en over de mogelijkheid om je eigen plannen te kunnen realiseren. Om aan deze behoeften te gaan voldoen, om daar actie voor te gaan ondernemen, dat vraagt soms wel wat moed. Het zijn namelijk bijvoorbeeld behoeften die ons motiveren om carrière te maken, status te verwerven, de beste vader of moeder te worden of als muzikant bijvoorbeeld om de moeilijkere stukken te gaan instuderen. Het vraagt dus soms wel wat moed om eraan te beginnen, maar als je slaagt, dan neemt je zelfvertrouwen toe en dat kan je sterken om opnieuw verder te groeien en volgende stappen te nemen. Maar uiteraard zal je begrijpen dat wie zich minder gewaardeerd voelt of wie zijn levensdroom in het water ziet vallen, dat hij zich dan ook minder goed voelt. Nu, zoals het gaat met wetenschappelijke theorieën, komt er dan heel vaak heel veel kritiek op zulke modellen en ook voor deze behoeftepyramide van Maslow. Deze behoeftepyramide werd niet gespaard. Heel veel mensen hebben daar, heel veel wetenschappers hebben daar kritische opmerkingen op gegeven. En er zijn nieuwe modellen gegroeid. Maar toch belangrijk om te vermelden dat ook in die nieuwe modellen de behoefte aan autonomie en de behoefte voor sociale verbondenheid blijven daar heel belangrijke aspecten in relatie tot ons psychisch welbevinden. Dus in die zin is het model van Maslow toch een heel belangrijk model. Dus je niet goed voelen in je vel kan dus te maken hebben met niet ingevulde behoeften. Ik wil nog een ander aspect belichten en dat gaat over vergelijken. Vergelijken is eigenlijk een ingebakken reflex. We doen dat heel vaak. Als we vergelijken, dan kunnen we kijken waar we staan op weg naar bepaalde doelen bijvoorbeeld, al dan niet in verhouding tot anderen. Door te vergelijken leren kinderen of kijken kinderen of ze evenveel snoep hebben gekregen als andere kinderen. Kijken jongeren of hun ouders wel de juiste goede regels hanteren met betrekking tot uitgaan bijvoorbeeld en of ze in actie moeten schieten om
een ander regime te krijgen. Hè. En kunnen volwassenen kijken of ze on track zitten met betrekking tot bijvoorbeeld wooncomfort in vergelijking met andere mensen, vrienden, familie, collega's uit dezelfde looncategorie. Vergelijken kan je positieve gevoelens opleveren. Hè. Bijvoorbeeld wanneer jij als enige een aantal ticketten hebt bemachtigd van je favoriete festival. Of wanneer je iemand ziet, kent, hè, die je kan motiveren omdat die je gedroomde leven leidt en omdat dat iets is waar jij denkt dat het ook binnen bereik is op een bepaald moment in je leven. Maar als je vooral de mooiere auto's ziet van andere mensen of de verdere reizen, dan kan dat natuurlijk wel je welzijn ondermijnen. En in dat soort omstandigheden is het mogelijk dat je je eigen verdiensten, je eigen kunnen, dat je daar teleurgesteld in raakt. Of dat je op een zure manier de verdiensten van iemand anders reduceert. Of dat je de afstand tot de ander vergroot, of een combinatie van de drie natuurlijk. Sociale media, zoals Facebook en Instagram, zijn podia waarop iedereen zich natuurlijk van zijn beste kant laat zien. En ja, dat kan natuurlijk wel vervelend zijn als je jezelf voelt falen bij het zien van al dat opgeblonken succes. Onderzoek suggereert dat wie zich dan voelt falen, dat hij dan een grotere kans heeft om depressieve klachten te ontwikkelen. En zelfs dat soort ervaringen neurologisch gezien zelfs gelijkgestemd kan worden met verlieservaringen. En uiteraard valt het te verwachten dat de impact groter is voor mensen die zich sowieso al minder goed in hun vel voelen. Goed. Ik heb hier nu twee theorieën, twee onderzoekslijnen iets meer uitgelicht die verband kunnen houden met hoe we ons voelen. Er zijn er nog veel meer, zoals ik daar straks al zei. Maar ik vind het ook belangrijk om even stil te staan bij wat je kan doen als je je minder goed voelt of hoe je psychisch onwelbevinden kan voorkomen. Ik geef jullie 5 tips. Ten eerste, laat de kanarie in de koolmijn niet gaan. Niet zomaar vliegen. Ja. Wanneer we onze arm tegen een warme pan houden, ja, dan voelen we een acute pijn. En dat is eigenlijk een signaal voor onze hersenen om ervoor te zorgen, hè, om het commando te geven dat we onze arm in een andere positie moeten houden. Om erger te voorkomen. Wel, zo is het eigenlijk ook met psychisch onwelbevinden. Ja. Als we ons niet zo goed voelen in ons vel, dan betekent dat vaak dat er toch iets niet helemaal in de haak zit. Het is dan belangrijk om de tijd te nemen om te kijken wat er precies niet helemaal klopt, welke behoefte er misschien niet helemaal is ingevuld. En als je dat moeilijk vindt om dat op je eentje uit te zoeken, dan kan het helpen om met iemand anders daarover te praten. 2 weten vaak meer dan 1. Ten tweede, count your blessings. Staar je niet blind op wat er minder goed gaat. Zet af en toe die donkere bril af en kijk naar het geheel en in het bijzonder naar de lichtpuntjes. Onderzoek suggereert dat we kunnen leren om optimistischer te zijn, om vaker een roze bril op te zetten. Het helpt bijvoorbeeld ook om op regelmatige basis even je dag te overlopen en te kijken naar 3 dingen die je die dag dankbaar stemmen, waar je dankbaar voor was. Dat maakt al een heel verschil. Nummer 3. Shit happens. Lijden hoort bij het leven. Dat moet. Zonder lijden is er geen plezier. Het is wel belangrijk om dat in het juiste perspectief te kunnen zien. En onderzoek suggereert dat meditatie daar echt heel erg kan helpen. Heel veel onderzoekers uit verschillende hoeken zijn het daar intussen over eens. Mij helpt het om 20 minuten per dag te mediteren. Het helpt mij om de dingen in perspectief te zien, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en het overzicht te behouden. En dat is heel belangrijk. Dat kan ook helpen om moeilijke dingen te accepteren en voorbij te laten gaan. Nummer 4. Leef gezond. Een goede fysieke gezondheid is een heel belangrijke, zo niet de belangrijkste, beschermende factor voor psychisch onwelbevinden. Dat betekent dus gezond eten, gevarieerd eten en ook voldoende bewegen. We hebben gezien, heel duidelijk, in de eerste coronagolven, dat de mensen die regelmatig buiten kwamen en voldoende bewogen, dat zij minder risico hadden om in naar een dipje af te glijden.
Bij gezond leven hoort ook mild zijn. Ja? Wees je ervan bewust dat de boog niet altijd gespannen kan staan. En tenslotte, vergelijk je niet met anderen. Ja. Uiteraard is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden als je een doel hebt vooropgesteld of verwachtingen koestert. Maar belangrijk daarbij is om een realistische planning uit te werken met de nodige flexibiliteit en je stand, je status, ja, te vergelijken met dat plan en niet met anderen. Er is maar één moment dat je je met anderen mag vergelijken en dat is wanneer je een wedstrijd loopt. Dat is het enige moment. En als je toch wil vergelijken, weet dan, Instagram toont maar één kant van de medaille. Dus, waarom voelen zoveel mensen zich zo slecht of zich niet goed in hun vel? Wel, het kan te maken hebben met niet ingevulde behoeften, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid of op sociaal vlak, of over hoe we ons voelen als we over het muurtje naar de buren kijken. Het komt vaak voor, het is niet zo erg en je hebt er ook wel wat impact op. Negeer de gevoelens niet, blijf in beweging, terwijl je ook oog hebt voor wat er wel goed gaat. Ik wens u een goede gezondheid.